Kijk. Alles is, nou ja, je ziet het, een zootje. Wat zei de brandweer? Dat er scheuren in mijn voorgevel zitten, dat de gevel op knappen staat. En nu? Ja, dat weet ik niet. Ik ga nu naar boven om te kijken, ik weet het ook niet. Tijdens werkzaamheden op het zuideinde in Volendam is een waterleiding gesprongen. 7 woningen zijn ontruimd en bewoners weten nog niet wanneer ze terug mogen. Wat heeft u gezien vandaag? Heel veel water. Heel veel stromend water. Ja. Heeft u enig idee hoe dat heeft kunnen gebeuren? Ja, waarschijnlijk door het zakken en het trillen van het verkeer en ook het werk aan de dijk. Maar ook dat het eigenlijk gewoon al heel lang is aan het zakken is, de dijk. En dat daardoor schade is ontstaan. Hebben ze bij de werkzaamheden misschien waterleiding geraakt? Dat verwacht ik niet, want ze waren een stukje verder aan het werk dan waar het gebeurde. Dus dat is waar wel waarschijnlijk door de trillingen. Door het ongeluk hebben 150 huizen in Volendam nu geen water.